eigenlijk wel een werkwoord? Nee, natuurlijk niet. Het echte werk zit hem in het vinden van iemand die bij je past en die goed voor je is. En het dumpen van iemand die het niet voor je is. En daar ga ik wat tips over geven. In een beginnende relatie, als je iemand hebt die niet echt over de brug komt, dat je er heel hard aan moet trekken, dan is dat een teken dat je die persoon beter kan laten vallen. Of iemand die nog verwikkeld is in een eerdere relatie en dat je de hele tijd het gevoel hebt, wanneer ben ik nou aan de beurt? Ook geen goed voorteken. Of dat iemand qua intimiteit niet echt over de brug komt, dat je wel heel hartstochtelijke seks hebt en dat dat leuk en gezellig is, maar dat het niet echt intiem wordt en close. Je kan beter afgaan op wat iemand doet, niet op wat hij zegt en al helemaal niet op wat jij er allemaal bij bedenkt aan excuses voor die ander. Als je merkt dat je zelf strategisch aan het doen bent, dus dat je in je hoofd plannetjes zit te bedenken van wat kan ik doen om in de smaak te vallen, wat kan ik doen om erachter te komen of die mijn sms'je of mijn appje wel heeft gehad, als je dat soort, of wat kan ik doen om anoniem te bellen zodat hij niet weet dat ik het ben. Als je dat soort dingen gaat doen, dan is dat ook echt een teken dat je beter niet met die persoon door kan gaan. Vaak is dat niet tot stand komen van intimiteit, is toch een aanwijzing dat je iemand hebt die bijvoorbeeld bindingsangst heeft of narcistisch is of allebei, kan ook. En zo iemand kan je toch maar beter snel een punt achter zetten als je tenminste uit bent op een serieuze relatie. Als je op een datingsite iemand gaat zoeken, dat kan, dan heb je in ieder geval een heel groot jachtgebied. Ga niet allerlei gekke psychologische testen invullen, dat heeft helemaal geen meerwaarde. Kijk gewoon op de beschrijving of iemand op je lijkt. Dus dat je dezelfde dingen met iemand gemeen hebt, dezelfde interesses, dezelfde dingen die je belangrijk vindt in het leven, dezelfde dingen die je wilt in een relatie en in de toekomst. Als dat soort dingen overeenkomt, je achtergrond, je opleidingsniveau, je politieke, religieuze voorkeuren, al dat soort dingen, dan heb je de meeste kans dat je op termijn een goede relatie met zo iemand op kan bouwen. Maar je moet wel zorgen dat je snel iemand gaat ontmoeten, dat je niet eindeloos heen en weer blijft mailen, tenzij je een virtuele relatie wilt, hè, gewoon spannend met iemand mailen, dan maakt het natuurlijk niet uit, maar aangenomen dat het de bedoeling is om iemand tegen te komen waar je een langdurige relatie mee krijgt, moet je zorgen dat je snel in contact komt zodat je de ander kan zien en kan zien hoe je op elkaar reageert. Ga niet meteen uit eten, want dat duurt veel te lang als je iemand niet leuk vindt. Maar denk ook niet dat je meteen knetter verliefd moet worden en violen moet horen. Als je kijkt naar hoe je buiten een datingsite mensen ontmoet waar je een relatie mee krijgt, is dat ook niet altijd zo. Vaak ga je ook eerst een tijdje met elkaar om voordat er iets groeit. Dus het hoeft niet lief op het eerste gezicht te zijn. Je moet het wel leuk vinden om tijd met elkaar door te brengen. Maar dat is genoeg. Ga vandaar af gewoon verder verkennen. Als je eenmaal een relatie hebt, dan moet je ook niet aan het werk. In de zin waar veel vrouwen nogal eens een handje van hebben, dat ze de man willen veranderen. En vaak is dat goed, hè? Want mannen die te veel boeren en scheten laten enzovoort, vloeken. Dat is best goed als zo'n man een beetje gefatsoeneerd wordt door een vrouw. Maar in het algemeen is het toch zo dat de relatie leuker is als je elkaar accepteert zoals je bent. Mensen veranderen altijd wel. Mensen komen tot ontwikkeling. Maar ze laten zich niet veranderen. En zeker niet als jij de hele dag op zo iemand loopt te fitten. Wordt je relatie niet leuker van. En ik heb ook nog nooit een man meegemaakt die zei, oh, ze geven me zulke goede feedback, daar ga ik eens aan werken. Het mooiste is eigenlijk dat je als man een vrouw hebt waarvan je kan zeggen, zij gelooft in mij. Dat is het André Hazes gevoel. Want als je in iemand gelooft, dan leidt dat er makkelijker toe dat zo iemand zich kan ontwikkelen en kan optrekken uit het ideaalbeeld dat jij van hem hebt. Dus dat is een veel effectievere manier om te zorgen dat je man tot groei en bloei komt. In een relatie ontstaan na een tijdje ook vaak gevoelige snaren, dingen waar je je aan ergert of gevoelige plekken, dat je denkt, oh, hij doet het weer, daar hebben we dit weer. Probeer om daar snel over te praten, zodat dat niet als een blauwe plek steeds gevoeliger gaat worden. En praat erover op het moment dat je niet ruzie hebt en dat hele ding niet aan de orde is, maar je het er onbevangen en open en ontspannen over kan hebben. En stop met de discussie als je geëmotioneerd raakt en geïrriteerd. Dan zet er even een pauzeknop op en pak het later weer op als je rustiger bent.
Belangrijk in een relatie is ook, vertel je partner gewoon wat je wilt en wat je voelt, wat je van plan bent en wat je verwachtingen zijn van de ander. En ga niet denken dat de ander dat wel kan raden doordat jij loopt te zuchten en te puffen. Vooral voor vrouwen ook belangrijk. Mannen zijn over het algemeen niet zo heel goed in het lezen van lichaamstaal. Dus je moet gewoon veel duidelijker aangeven wat je wilt. En niet zeuren. Als je toch begint te denken, we moeten misschien beter uit elkaar. Dat is vaak wel een voorteken dat er ook uiteindelijk een breuk gaat komen als je zo denkt. Volg dan is niet het motto, geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Het blijkt ook echt zo te werken dat mensen dat doen, dat ze om zich heen kijken. En als ze denken dat ze wat beters kunnen krijgen, dat ze sneller weggaan. Maar het is natuurlijk wel zo, als je het uitmaakt, dat je vaak toch ook een tijd met jezelf verder moet. Dus vooral belangrijk is om je eigen integriteit en je geloof in jezelf hoog te houden. En niet op een opportunistische manier daarmee om te gaan. Dus als je echt denkt, dit is het niet meer voor mij, ga dan eens een tijdje gewoon op eigen benen staan. Want je moet met jezelf verder. Zorg dat je positief over jezelf kan denken en over hoe je dat hebt aangepakt. Het lijkt een hele grote stap, het is eng. Maar in de praktijk blijkt ook uit onderzoek dat mensen over een breuk toch ook weer sneller eroverheen zijn dan ze dachten. Meer tips in Liefde, Lust en Ellende.